Ja, goed. We zijn ondertussen, heeft er een tafelwissel plaatsgevonden. Van harte welkom hier aan de talkshowtafel voor de tweede ronde van dit gesprek over de inclusieve arbeidsmarkt. Arbeidsmarkt natuurlijk belangrijk basis voor het brede welvaartsbegrip. En bij mij aan tafel zijn weer drie nieuwe gasten gaan zitten. Dat is Irmgard Borghouts, van hoogleraar van de universiteit hier van Tilburg. Ellen Kroese, directeur van VNO-NCW van zowel Zeeland als Brabant. Dus eigenlijk twee regio's die gelijk meepakt. Van harte welkom. En Ranjit Clemings, hoofdstrategie van de gemeente Waalwijk. Welkom en heel veel dank dat jullie hierbij kunnen zijn. Irmgard, we gaan eerst naar jou luisteren als start voor het gesprek. Ja, dankjewel. Ja, het gaat hier om brede welvaart. En brede welvaart gaat eigenlijk over de kwaliteit van het leven. En heeft meerdere dimensies. En dat is ook al in het begin van het filmpje aangegeven. Het gaat om inkomen, het gaat om gezondheid, het gaat om work-life balance, het gaat om maatschappelijke participatie, om veiligheid, milieu, huisvesting. En die arbeidsmarkt heeft op al deze aspecten ook een hele belangrijke rol. Er zijn een aantal problemen op de huidige arbeidsmarkt, dus die moeten we ook tackelen, willen we kunnen bijdragen aan die brede welvaart. En sinds de coronapandemie zien we eigenlijk een paradox ontstaan. Aan de ene kant zien we dat er sectoren zijn die staan te springen om personeel, hè, waar talent nodig is. Denk ook bijvoorbeeld aan de energietransitie, waar het volgende blok zo meteen over gaat. Ja. Als wij niet in staat zijn om die arbeidsmarkttransitie goed te faciliteren, dan gaat het daar ook niet goed en heeft dat ook weer een invloed op die brede welvaart. Dat is dus de ene kant, hè? Dus tekorten, een spring om talent. En aan de andere kant zien wij dat er ook een hele grote groep is van mensen die aan de kant staan, die wel willen werken, kunnen werken. Maar die groep die wordt niet kleiner. Sterker nog, het aantal langdurig werklozen groeit op dit moment. Nou, dat is aan de persoonlijke kant. Ja. We zien ook organisaties die moeten wendbaar en weerbaar kunnen zijn op die arbeidsmarkt. En ook als gevolg van technologisering, robotisering, toenemende concurrentie, ja, gaan zij ook hun organisaties weer aanpassen in de toekomst. En een deel van het personeel kan daarin mee. Maar een deel van het personeel zal ook de organisaties moeten verlaten. En in die zin is van werk naar werk ontzettend belangrijk. Want als dat niet tot stand komt, dan weten we ook uit onderzoek dat het verlies van werk een impact heeft op niet alleen op je inkomen, maar ook op de gezondheid van mensen. Wat weer raakt aan brede welvaart. Een ander probleem op de arbeidsmarkt op dit moment is dat de arbeidsmarkt gepolariseerd is op contractvormen. Kijken we naar ZZP'ers en flexwerkers. Daarvoor is het gewoon een luxe als je een hypotheek kunt krijgen of een goed pensioen hebt. Een belangrijk punt is, we moeten niet alleen naar een goede arbeidsmarktwerking, maar het gaat ook om zekerheid. Er is namelijk ook een groep, dat stond van de week nog in de krant, de CER kwam er ook mee uit, een groep werkenden, en dat noemen we de groepen die toch in armoede leven, omdat ze gewoon hun hoofd niet boven water kunnen houden. En op het moment als de gastarieven stijgen en de energietarieven stijgen, dan zitten ze gewoon in de problemen. Nederland staat voor een ontwerpvraagstuk. En hoe gaan we in Nederland nu een infrastructuur bouwen die werkzekerheid en inkomenszekerheid biedt aan mensen op de arbeidsmarkt, ongeacht het type contract wat je nu hebt en ongeacht of je nu bij een grote werkgever werkt of bij een kleine werkgever. Nou, en die ambitie, die staat in mijn optiek, die valt of staat met goede publieke en private samenwerking. En één partij kan dat niet alleen. Overheid, sociale partners en de regio kunnen faciliteren, participeren en regisseren. Nou, dat zegt Tom Wildhagen, zit hier ook in de zaal altijd. Maar dat is de systeemwereld. En ik vond het ook heel mooi wat Wim van der Donk toen straks zei, van het gaat ook om het microniveau. Als je naar nieuwe zekerheid wil, dan begint dat ook bij de leefwereld van mensen. En op de werkvloer, waar mensen elkaar kennen, waar mensen elkaar vertrouwen en ook een gedeeld belang hebben in werkzekerheid.
En ik wil ook daarbij aansluiten met de stelling die ik graag ook hier aan tafel zou willen bespreken. Organisaties hebben daar ook, dus werkgevers hebben daar ook een belangrijke rol in. Dus mijn stelling is ook dat juist bedrijven daarin de lead zouden moeten nemen door het invoeren van proactief inclusief HR-beleid. Ja. Even als een. Dus de bedrijven die zijn aan zet eigenlijk om het inclusieve beleid boost te geven. Ja, dat zij daar ook de lead gaan nemen. Oké, heel goed. Als stelling op deze tafel. Ja, heel goed. Nee, laten we gelijk kijken wat de reacties zijn. Daarvoor ga ik eerst. Ja, Helen, zeker. Dat is het goede van weer live bij elkaar zitten. En dan voel je dat er. Wat borrelt. Ellen, ga je gang. Maar het is uit mijn hart gegrepen. Kijk, volgens mij is de fase waarin we in de arbeidsmarkt zitten, is een ongelooflijke uitdaging hebben we met elkaar. Wat jij noemt, aan de ene kant hebben we heel veel vacatures, maar aan de andere kant staan er mensen aan de kant. Ja. Ik denk dat het aantal vacatures, wij hadden een jaar geleden niet durven verwachten dat we in zo'n economisch sterke tijd zouden zitten en er zo ongelooflijk veel banen zijn. Ik denk dat ondernemers die brede welvaart ontzettend omarmen. Mm-hmm. We hebben ook als VNO de brede welvaart, zeg maar, als landelijk programma. En dat is ook echt waar ik voel dat ondernemers daadwerkelijk ook nu aan toe zijn. Ja. En mensen die eigenlijk aan de kant nog staan van het arbeidsproces, waar zijn ze? Konden we ze maar bereiken om, zeg maar, met elkaar het werk wat er ligt ook daadwerkelijk in te vullen? Ik had gisteren een congres, naar aanleiding van de miljoenennota, staat één ondernemer op. Die zegt, ik wil graag met iemand concreet aan de slag. Ik kan die nu op dit moment 10 uur werk aanbieden. Dat is iemand die zit al jaren, zeg maar, in een vangnet. Ja. Het is niet te doen. We kunnen het niet, we krijgen het niet voor elkaar. Dus wij, op de een of andere manier hebben wij met elkaar een systeem ontwikkeld. Ja, waar ligt het probleem dan? Dat ligt dan in wetgeving. Mm-hmm. Of het is 36 uur, 32 uur, of niet. Ja. Dus dat is de sociale vangnet, zeg maar, systematiek waar we dan met elkaar in zitten. Ja. En zo kunnen we heel veel voorbeelden noemen. Dus ik hoop echt dat die academische werkplaats niet echt vanuit alleen maar wetenschap en beleid, maar ook echt de verbinding zoekt met de praktijk. Ja. En kijkt waar daar de belemmeringen en de kansen zijn. Ja. Om met elkaar stappen te zetten. En als je die verbinding invult, om een voorbeeld te geven, wat zou dan goed zijn om te doen vanuit de werkplaats? Nou, ik denk dat wij heel veel van dit soort praktijksituaties ophalen en weten. Ja. Als we die kunnen benoemen met elkaar en kunnen kijken hoe kunnen we nou het systeem zo veranderen dat ook dit soort mogelijkheden ontstaan, ja, dan denk ik dat we gewoon op microniveau bezig zijn met elkaar om die brede welvaart vorm te geven. Mm-hmm. En daar zit het volgens mij. Ja. Want het is abstract, het is een systeem, brede welvaart vraagt integraal aanpak, mm-hmm, maar we moeten het allemaal individueel doen, ja, op microniveau. Ja. En de stelling dat de werkgevers daar een belangrijke slag in moeten Absoluut. Slaan? Absoluut, onderstreep ik heel erg. Ja. Zeker zo. Maar het moet wel mogelijk zijn. Dus die mensen willen we wel zichtbaar hebben, want die banen zijn er. En ondernemers vragen aan mij, zeg waar ze zijn. Want daar staan ondernemers, die staan nu op straat zelfs mensen te spotten om het werk te doen. Ja. Ja. Ranjit, vanuit het Waalwijkse perspectief, is dit herkenbaar, alles wat je tot nu toe voorbij hoort komen? Of is het bij jullie? Nee, zeker herkenbaar. En ik kom natuurlijk van een gemeente met veel ondernemers en veel werkgelegenheid. Ik zag dat wij van de grote steden in Brabant de grootste werkgelegenheid groei hadden van de afgelopen jaren. Maar tegelijkertijd zijn er nog mensen langs de kant. Dat is gewoon zo. Ja. En als gemeente spelen we daar natuurlijk ook op in. We werken regionaal vooral samen daarin met de Langstraat, onze subregio. Samen met de collega-buurgemeente. We hebben mobiliteitsteams. Mm-hmm. Die helpen om eigenlijk de match te maken. En ook eigenlijk de verbinding te leggen tussen de mensen die werk zoeken en daar wel problemen mee hebben. En de werkgevers die echt wel openstaan om die mensen aan te nemen. Want dat is wel wat ik terugzie bij de gesprekken met onze bedrijven. Dus zeker herkenbaar. Ja. Ja, ja. En wat denk jij hoe ziet de arbeidsmarkt er idealiter uit om brede welvaart op een goede manier te stimuleren? Wat moet er dan gebeuren in jouw ogen op dit moment? Nou, Waalwijk is natuurlijk een beetje een rare gemeente. En het is een middelgrote stad in Brabant, mm-hmm, 50.000 inwoners, waarvan ongeveer pak een beetje 28.000, 29.000 arbeidspotentieel in de eigen gemeente, maar we hebben van 35.000 banen. Ja. Dus je hebt al sowieso te maken met het feit dat veel werknemers van buiten Waalwijk komen om bij ons te werken.
En wat je eigenlijk, het belangrijkste opgave van Waalwijk is om te zorgen dat de mensen die er wonen, de gemeenschap van Waalwijk, mm-hmm. meer gaan profiteren van die economische boom die we hebben. Ja. En dat begint bij goed werk, fatsoenlijk werk voor de werknemer. Mm-hmm. Met een goed inkomen waar hij een goed leven mee kan leiden, een goede huisvesting, die ja. is dichtbij denk ik. Maar het betekent ook dat je als gemeenschap van Waalwijk daarvan wil profiteren. Dus mm-hmm. wij zeggen altijd, hoe kun je er nou voor zorgen dat de mensen waar wij meer profiteren van die economische succes aan de overzijde van de A59, want dat is bij ons echt een grens. Ja. Het dwars door die gemeente heen. Aan de zuiden wonen we, aan het noorden wordt er gewerkt. Nu zorg je ervoor dat die lokale gemeenschap eigenlijk meer gaat profiteren van die economische dynamiek aan de noordzijde. Ja. Zeker omdat die economie helemaal niet begrensd is door die gemeentegrens. Nee. Dus ik ben heel erg op zoek naar de vraag van, joh, de baten zijn vaak particulier van die economie en mm-hmm. boven lokaal, die landen. In Utrecht of die landen op nationaal niveau. Maar de lasten zijn soms heel erg lokaal en ja. publiek. En hoe ga je dan nou? Hoe bepaal je nou, kijk, als je spreekt over die economische groei, hoe bepaal je nou of die groei ook in lijn is met het brede welvaartsbegrip? Maak je zeg maar van alle groeimogelijkheden gebruik? Of moet je daar ook kritisch in zijn? Ik weet dat. Toen ik ongeveer 5 jaar geleden in Waalwijk kwam, werd heel erg gestuurd op het aantal arbeidsplaatsen. Mm-hmm. Dus hoeveel arbeidsplaatsen hebben we hier in Waalwijk? En als dat maar ging stijgen, dan was het eigenlijk wel voldoende. En ik merk wel in de afgelopen jaren dat die focus los is gelaten. Ja. Het heet nu brede welvaart. Daarvoor gebruikten wij de TEDOS monitoring van duurzaamheid. Mm-hmm. Die een veel breder inzicht geeft hoe het eigenlijk met je samenleving gaat. Ja. En die focus loslaten en breder kijken, dat is eigenlijk wat we nu aan het doen zijn. Ja. Misschien toch nog even dat punt vastpakken van het onbenut potentieel wat je ook aansnijdt. Als we daarnaar kijken, wat zouden nou zeg maar de belangrijkste acties zijn om daar een doorbraak te realiseren? Ja. Ik denk dat we eerst moeten weten waar die mensen zijn. Mm-hmm. Dus het transparant maken van waar kunnen we die mensen vinden en hoe kunnen we zeg maar de competenties, want het is ook een onderwerp wat je aanstipte. Hoe kunnen we de competenties goed inzetten op zeg maar, de economische groei en de banen die we nu zien? Volgens mij kunnen we dat. Ja. En ik kan gewoon, ik heb gewoon niet weet waar zeg maar, die belemmeringen zitten. Hoe dat komt dat die mensen er nog zijn, je noemt ze. Mm-hmm. Hè? En je weet ook, in Waalwijk zijn er zoveel vacatures. En hoe krijgen we dat nou niet met ja. elkaar bij elkaar? Ja. En ik denk dat een tweede ook belangrijk is, en dat is van baanzekerheid naar werkzekerheid. Hè? Mm-hmm. Dus dat stipte je ook een beetje aan, volgens mij. Dat je heel erg inzoomt op competenties. En we zitten nu natuurlijk na de coronacrisis nu toch wel in een situatie waarin iedereen de veiligheid van zijn baan heeft. Dus de ja. beweging op die arbeidsmarkt ook best moeilijk op gang komt. Ja. Ja. Nou, ook daar kunnen we als ondernemers natuurlijk best onze rol heel ja. erg in pakken. Ja, zeker. Ja, als ik daarop in mag haken, inderdaad, kijk vooral ook naar vaardigheden en skills van mensen die hebben. Mm-hmm. Dus reken niet, ik kijk niet alleen naar diploma's. Dus dan zijn ook de skillspaspoorten zijn in ontwikkeling. Ik denk dat dat goed is. En je hebt mensen ook niet 1, 2, 3 zeg maar naar een werkplek. Dat kost ook tijd. Sommige mensen zitten al heel lang in de bijstand. Mm-hmm. En dan is er opeens aandacht voor deze groep, omdat er tekorten zijn. Maar ik denk dat je al veel langer en beter in gesprek moet kunnen gaan met van oké, wat zijn je talenten, wat zou je willen en hoe kunnen we daar naartoe werken? Ja. En wij in Nederland, dan blussen we het huis, of er komen in actie als het huis in brand staat. Mm-hmm. En dat is goed, want we moeten zorgen niet dat het hele huis afwikt. Maar eigenlijk moeten we naar een soort systeem wat ook structureler is ja. en die ontwikkeling ook mogelijk maakt. Want ook ontwikkelingen en ook van werk naar werk of een stap zetten kost ook tijd. Mm-hmm. En die tijd, ja, wij komen in actie als er crisis ja. is. Nou, en daar pleit ik al voor, al langer voor, dat we naar zo'n systeem infrastructuur moeten. En het is ook niet voor niks dat de SER werkzekerheid, leven lang ontwikkelen en van werk naar werk nu op de agenda heeft gezet van die infrastructuur moeten we over 8 tot 10 jaar hebben en daar moeten we aan gaan bouwen. Ja. En jij noemde net de regionale mobiliteitsteams. Tuurlijk, die zijn ook belangrijk, maar ook dat is een tijdelijk fenomeen. Mm-hmm. En ja, als je daar weer mee stopt,
dan zitten we over een aantal jaren weer precies hetzelfde. Want dat hadden we na de financiële crisis ook. Ja, Ranjit, jij knikt, dat is een herkenbaar dilemma, die tijdelijkheid. Ja, dat soort budgetten zijn vaak tijdelijk. En dan kun je dat inzetten. Dan ben je dus eigenlijk al te laat. Ja, nee, dat klopt. Maar zo gaat dat dan wel. Uiteindelijk, als je het heel plat slaat, gaat het ook om, zijn er mensen met tijd die tijd en aandacht hebben. Dat moet dan niet een systeem zijn of een heel ingewikkeld netwerk. Maar heb je gewoon mensen in je netwerk, in je gemeenschap, die de mensen ook echt kennen. Ja. Mm-hmm. Mensen, niet alleen bij naam of van een e-mailadres, maar daarnaast toe gaan, met een gesprek zijn. En ook die bedrijven kennen. En weten hoe die bedrijven werken, waar zij mee bezig zijn. Dat vind ik een hele goeie. Dat persoonlijk is eigenlijk veel belangrijker dan ingewikkelde structuren. Want daar zijn we super goed in. Hè? Volgens mij willen we allemaal hetzelfde. Mm-hmm. Maar we zijn volgens mij heel erg goed in het bedenken van allerlei plannen. Ja. En die plannen worden allemaal suboptimaal uitgevoerd naast elkaar. En daardoor redden we het gewoon met elkaar niet. Nee. Dus dat is eigenlijk volgens mij. En dan werkt één op één het kennen, het netwerk, werkt tot nu toe het beste. Ja. Ja. Misschien even de brug naar weer de werkplaats. Hoe kan de werkplaats nou op dit thema op een goede manier aan de slag komen? Ja. Dus de verbinding, dat zei ik eigenlijk min of meer al. De verbinding echt blijven houden met de praktijk. Ja. Dus laat alsjeblieft ook ondernemers of casuïstiek vanuit ondernemers of geef ons daar ook een deur, zeg maar even een opening. Om daadwerkelijk vanuit de praktijk, om de belemmeringen die er zijn, te kunnen zijn. Om met elkaar te kijken hoe kun je die dan opheffen. Ja. Waar zit dat dan? Want het moet uiteindelijk in de praktijk gewoon gebeuren. Ja, zeker. Ja, dus hele directe aansluiting met de ondernemers. Ja. Vanuit academisch perspectief. Ja, dit is gewoon een aanbod. En ik zou zeggen, kom, we gaan aan de slag. Want ik denk ook zeker die casuïstiek is heel belangrijk ook om kijken, waar zitten de belemmeringen en ook dat we dat kunnen generaliseren en ook kunnen valideren en op grotere schaal kunnen toetsen. Ja. En dan ook, wij gaan ook starten met een aantal grote organisaties, maar het merendeel van de werknemers werknemers werkt ook bij kleine, bij MKB-bedrijven. Dus ook initiatieven die bij grote corporates plaatsvinden als het gaat om van werk naar werk, waar mooie sociale plannen zijn, maar hoe kun je die kenniskunde ook weer, brengen naar het MKB? Ja. Goed, dat zijn ook wel aanknopingspunten, denk ik, voor de academische werkplaats. Waar we zeker tussen wetenschappers en de praktijk kunnen gaan samenwerken. Ja. Graag. Volgens mij belangrijk. Ja. Ik was nog wel gefascineerd door de titel van deze academische werkplaats. We hebben het veel over die brede welvaart gehad, maar daar staat achter de regio. En volgens mij bestaat de regio niet. Ik zou niet precies weten wat het is, want bestuurlijk gezien hebben we heel veel regio's. Mm-hmm. En de gemeente zit nog wel eens in verschillende regio's. Dat geldt ook voor Waalwijk, op dat scharnierpunt tussen Tilburg en Den Bosch. Ja. En ik zou naar de functionele regio's kijken. En als je naar de arbeidsmarkt kijkt, of je kijkt naar de vraag tussen hoe krijg je nou de mensen die iets willen graag in het werk en in het bedrijf, dan moet je naar een veel smallere schaalniveau gaan kijken. Ja. Goed, de regio, in die zin, kijk vooral naar de inhoud en bepaal dan even wat voor schaalniveau het beste is. Ja. En voor Waalwijk, zeg maar, even de koppeling tussen Waalwijk en de werkplaats, welke mogelijkheden zie je daarvoor? Ik denk dat die regio zijn en straks gaan we het nog over de energie hebben, de energietransitie. Ik hoorde vorige week dat wij in Waalwijk een van de hoogste concentraties van installateurs hebben. En als je van het gas af wil, dan schijn je die mensen echt nodig te hebben. Ja. Volgens mij is dat echt wel heel interessant om te kijken hoe je die kenniscluster in zo'n middelgrote gemeente als Waalwijk wel kunt verbinden aan die grote opgave van de energietransitie. Ja. En daar kan deze academische werkplaats hem ook gewoon bij helpen. Ja. Nou, het is een perfect bruggetje naar onze derde en laatste ronde hier aan tafel. Dank daarvoor. Dus heel veel dank voor jullie bijdrage en voor het delen van jullie inzichten. Dan gaan we nog even weer terug naar de muziek en straks door naar de derde en laatste ronde over de energietransitie. Dank jullie wel.